Ik heb een kopertje van de lampen van de boven. Wacht even, Leo, wie hebben we hier? De man who taught it all to me. Te gek. Ja, die gozer had het gewoon zelf helemaal in zich, hoor. Ja? Ja, ik heb alleen maar gezegd gas geven. En, maar wat voor talent zag je in Leo dan? Basic talent, gewoon hij doen, energie. En was hij altijd zo wild of was hij eerst... Hij was wilder. Ja? Ja, ik werd in zijn klas ook nog aangevallen. Nee, dat mogen we niet zeggen, Wat een klein ongelukje. Oh, klein met ongelukje. Een mes? Huh? Met gutsen? Ja, een klein ongelukje. Ja, dat was een klein ongelukje, maar dat flikte hij zelf wel op. Hij liep een beetje te kutten. Ja. Maar kom, we gaan die rollen pakken. Maar ik wil nog wel even van jou weten, wat vind jij het tofste werk nu? Wat hier hangt? Dat zei ik je net, ik vind die verhalende wereld, ik heb het met hem ook over gehad, die verhalende wereld, die pussy, nou, het is geen pussy riot, maar die, als het door elkaar heen gaat. Kijk, die enkele dingen zijn gewoon goed, maar als het echt een verhaal wordt... Maar die chaos, zoals daar, vind jij... Ja, nee, maar dat gaat ook verder. Het gaat gewoon dieper. Ja. Maar die gast heeft te veel in his mind, maar als hij het een beetje weet te leiden, als hij het een beetje weet te leiden, dan gaat het goed komen. En anders wordt het koekoek. Kom, we gaan het tegen. Kom, we gaan het tegen. Ga je iets leuks erop schrijven? Ja, sowieso. Wat ga je erop schrijven? Nee, maar dat is het wel. Als je het meest gefocust kan worden. Dan kan die energie richting een einddoel en dan gaat het goed. Ja, het bedenst voor deze stap in om het een beetje guidelines. Ja, shit, ik ben het niet. Het is een lange pH, toch? Ja, dit wat wel, ja. Hier nog. Nou, kijk eens. Voor de groei is het wel dank voor je wijze het toekomst. Mooi. Nee, geweldig. Ja, nee, geweldig. Trots? Ik vind het natuurlijk helemaal geweldig. Maar kijk, als je een beetje een firestarter kan zijn, dan is dat wel heel leuk. Was het een makkelijke leerling? Ja, vond het wel. Ja? Wel heel aardig. Nou, dat was hij ook. Hij was veel weg. Ja, had altijd even een blokje om naar de koffie. Maar wat maakt hij? Ik kan wel wat heel serieus zeggen. Wat hij gewoon had, was gewoon, hij was bloedfanatiek. Yes, man. Thanks. Hij was gewoon heel fanatiek. En daar hou ik wel van. En dat zie je nu ook terug. Dat heb ik in alles en nog steeds. Ja. Maar wat ik heel mooi vond, ze kwamen toen, zijn moeder en hij kwam toen samen met iemand van de IFCO naar me toe. Of ik hem dan wilde gaan begeleiden, omdat hij daar niet zo goed terecht kwam. Vanwege natuurlijk het overlijden van zijn vader, wat er nog in zat in hem en nog steeds, denk ik. Maar dat maakt niet uit, maar toen was het wel erg lastig, hij was jong. Maar bij mij kwam hij heerlijk tot z'n recht. Hij kwam in ieder geval tot rust om gewoon te maken wat hij wilde maken en hij doet het nog. Ja. En daar gaat het om. Ja. En wat maakt hij bij jou in de klas? Wat voor werk? Precies dit? Ja, nou ja, veel beter getekend. Hij vond nog dat hij moest gaan leren tekenen. Wat ik toen ook al zei, dat moet helemaal niet. Nee. Gewoon maken en maken. Maar die hele mindset was er toen al. Het is gewoon dat... het is een heel twisted wereld van reality. Met allemaal herkenbare reality beelden. En dat mengt hij met die hele pop art wereld, met die maakbare wereld van... nou ja, al die items, die clowns en hier die biscuit. Maakt niet uit. Alles wat fantasy is en wat op filmgebied te zien is. Maar dat die interactie is wat feitelijk in de wereld heel erg gebeurt. Ja. Mensen geloven bijna niet meer in de realiteit. Die zitten nog eerder, benoemen alles via een filmtaal. Maar die filmtaal is ook weer maakbaar. Nou, en hij snapt dat heel goed. Hij werkt daar heel mee. Heel goed mee en ik denk dat hij daar wel heel veel mee kan bereiken. Ja. Ah, maar met jou erbij gaat lukken. Ik sta er. Ja, het is gek. Nou, veel plezier met je lied al. Ja, dankjewel.